Het instellen van de lichtsensor. Daarvoor maken we gebruik van een regelblok. En dat regelblok vinden we in het tweede tabblad. We nemen het herhaalblok. Er moet namelijk een actie herhaald worden. En welke actie moet herhaald worden? Hij moet rijden tot aan het zwarte streepje wat je op tafel ziet staan. We laten hem nu rechtdoor rijden. We zetten het rijden op aan. We nemen even de snelheid terug. En dan gaan we het regelblok instellen. Dit blok stellen we in op de lichtsensor. De lichtsensor moet iets gaan vergelijken. En daarvoor ga je kijken naar welke instelling heeft hij daar. Daarvoor ga je helemaal naar rechtsonder. Daarin kun je zien wat de waarde is van de sensor. Nou, wij willen dus hebben dat hij, als hij kleiner is dan 40, dat we dan op dat moment een andere actie gaan uitvoeren. Dus hij blijft herhalen, hij blijft controleren totdat hij waarde bereikt heeft. Daarna moet je wel vertellen aan de robot wat hij daarna moet gaan doen. Nou, in dit geval moet hij gaat hij een tweetal seconden naar een bocht maken. Dus we stellen hem in op een bocht. De snelheid nemen we weer terug. En we stellen hem in op 2 seconden. En als we dat gedaan hebben, dan kunnen we hem laten rijden. Hij gaat naar het streepje toe en dan gaat hij bocht maken. Succes ermee!